Druk weer aan de arbeid, ook de stratenmakers. Goedemiddag, lieve vrienden. We lopen weer buiten, zoals jullie zien. Weer langs de gracht. En het is vandaag alweer maandag. En het is de 27e september. En we leven om 2:02. Ik ben 2 minuten voor, dus zeg maar 2 uur. Ja, en daar moet een kraan weer op. Dus ja. Nee. Hij moet wat afhalen, weet ik veel. Nou ja, jullie zien het wat hij moet doen. Dus ja, druk weer aan de arbeid. Ook de stratenmakers zijn daar weer bezig. Ja. Mocht wel een keertje tijd worden, toch? Want dat schiet daar maar niet op. Dus, maar oké, wij gaan die kant weer op. Dus ja. Zo is dat. Dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag, maar geniet ook met ons mee. Warempel, de stoep is eindelijk ook dicht. Wow, nou mag in de krant. Maar dat was vannacht nog niet zo. Overkant wel, maar deze kant niet. Dus we kunnen eindelijk veilig oversteken. Ja, ja, dus dat gaan we lekker doen. Lieve vrienden, het is alweer 18:30, half 7 dus. Weer tijd om met de dames even te gaan wandelen. Dus ja, ik heb de boel weer klaar staan hier voor mijn neus. Mijn gelater, een jasje, maar ik heb daar mijn langere jas aan, want het is weer avond en dan wordt het toch wel weer wat frisser. Ja, vanmiddag liep ik op dat kleine jasje en het was benauwd en warm. Maar het waaide als een raket. Ja, hoe het nou is, weet ik niet. Het waait wel wat, want mijn doekjes die gaan daar heen en weer. Maar het is blauwe lucht, het zonnetje schijnt hier en daar een wolkje. Dus de regen hebben we alweer gehad. Dus ja, dat was ook niet zoveel. Nee, dat vond ik niet zo rap. Maar oké, de meisjes die willen er lekker even uit en dat gaan we lekker doen. En daarna wordt het weer eten. Nou, ik heb niet eens iets eten klaargemaakt, dus ik heb er helemaal geen zin in. Dus het wordt weer brood, ik denk er een gebakken eitje op. En dan zal ik gelijk ook vlees uit de vriezer halen voor morgen. Want dan kan ik morgen weer wel wat lekkers maken. En dan zullen we het wel weer beleven. Ja. Dus we gaan er lekker even erop uit. En een blokje gracht. En dan hebben we dat maar weer gehad. Ja toch? Nou lieve vrienden, ik zou zeggen geniet verder van jullie avond. En degene die net zo laat zijn als ik. Smakelijk eten. Bon appetit. En... misschien tot later en anders tot morgen, dat weet ik niet. We zien het wel. Ik vergeet het nog wel eens. Ik heb Ik heb een vlog naar YouTube gebracht. Straks doe ik het weer. Dus er staan er alweer 2 erop. Dus er staat nou eentje voor morgen en eentje voor overmorgen. Maar ik wil er nog eentje doen. Staat er weer even een voorraadje maken. En ik moet mijn telefoon nog steeds leeghalen. Van de afgelopen weken. Dus ja, en daar komt ook onze enige echte lieftallige Francis Jobsen in voor. Dat, daar waren de meiden ook knettergek mee met haar. En ik ook met haar, maar de meisjes natuurlijk ook. Dus ja, we hebben een hele leuke week samen gehad. Ook ontour geweest. Ik heb op Slipter gehad, helaas heb ik dat niet kunnen filmen. Maar ze is ook te water gevallen en toen had ik mijn camera net opgeruimd. Maar daar heb ik wel foto's van, dus dat komt er ook tussen. En we hebben af en toe gek gedaan met Snapchat. En nou ja, het moet allemaal kunnen, je leeft maar één keer, toch? Dus ja, maar dat komt er allemaal bij en jullie zien het zelf. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Rustig lopen en rustig links. Ja, voor het eerst in mijn bestaan, in mijn weten, staat de brug open en er komt er een schip er doorheen. Ja.
En nog eens zo te zien. Twee stuks wat ik zie. Maar het gaat... Oh jee, en er ligt nog een mooi schip daar, die witte. Ja. Oh, en dan zakt toch alweer. En dan ligt die groene voor die brug nog. Ja, klopt, die ligt daar aan de kade vast. Maar wauw, dat is dus voor het eerst dat ik dat meemaak, lieve vrienden. Ja, ik zal hem weer even uitzoomen. Ja, en we proberen even door te lopen. Met de meisjes, gaan jullie weer mee? Gaan jullie weer mee? Ik moet trouwens ook weer een stukje uitzoomen. Dus dan doen we dat even. Zo, hebben de meisjes er ook gelijk bij. En we lopen even een stukje door. Kom! Door. Door. Ja. Rustig. Hier. Hij is op sleep. Maar dat is gaaf. Dat kleine bootje heeft hem op sleep. En dan komt hij aan deze kant te liggen. Ja, dan loop je weer een klein stukje verder terwijl we daar op gericht hopen te blijven. Dames toe. Nee, Elwin, deze kant op. Dames, links. Zo maak je toch nog eens wat mee, hè? Nou, weer een klein stukje door. Dames, rustig maar. Ja, Elwing, die vindt dit zo mooi. Bootjes, schepen. Hé, ja nou, Elwing, mooi hè, is je een mooie meisje? Ja, nou ja, de brug is dus alweer dicht, verkeer kunnen weer over. En ja, laten we maar lekker aanmodderen. Die komen daar te liggen en wij gaan weer naar huis toe.